De regionale Raad voor Archieven Caribica-conferentie is dit jaar in Suriname gehouden. Er is gekozen voor het thema Archives at Risk, behoud van Caribisch cultureel erfgoed. Rita Chinfu Harjo-Mohamed, de voorzitter van de Caribische afdeling van de Caribica, tevens directeur van het Nationaal Archief Suriname, zegt dat voor het eerst een breed spectrum van Caribische erfgoedprofessionals is samengebracht. Tijdens de conferentie zijn er coöperatieve noodmaatregelen besproken als reactie op extreme weersomstandigheden. Of particular importance will be the introduction of the Caribbean Heritage Emergency Network, CHEN, a grassroots network of preservation experts committing to the safeguarding of cultural heritage. And later in the morning we will introduce CHEN. Furthermore, we have a roundtable on discussion that will be held tomorrow to examine concerns such as migrated archives and reparation. And for the very first time, representatives from the Caribbean will have a discussion on migrated archives with their colleagues from Europe. Today, later in the afternoon, we also have a panel session and also a workshop on community archives. Minister Mike Nushalim van Binnenlandse Zaken stelde tijdens zijn toespraak dat archivarissen documenten en andere materialen verwerven, beheren en preserveren die van historisch, cultureel en administratief belang zijn voor individuen, organisaties en landen. I'm glad that during the roundtable discussion tomorrow, finally, representatives from the National Archives of the United Kingdom and from the Netherlands, together with their colleagues from the Caribbean region, will address the issues on migrated archives. I urge you to find a common ground to start the deliberation with all parties involved and try to reach a consensus with each other. If I may so, Suriname can be considered as an example of this consensus model. Recently, Suriname finalized a six-year project with the Netherlands to return the archives that was formed during the colonial period to the National Archives of Suriname. Without consensus, we would not have reached this positive outcome. Minister Nushalim legde de nadruk erop dat de fysieke bedreigingen voor erfgoedinstellingen onmiddellijk aangepakt moeten worden en is goed gestemd dat Caribica het Caribbean Heritage Emergency Network, CHEN, heeft geïnitieerd en geïntroduceerd. De werkzaamheden aan de Van het Hogeruitstraat ter hoogte van Surmac zijn in volle gang. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie doet er samen met de aannemer en alle andere betrokken actoren alles aan de werkzaamheden af te ronden, zodat het project opgeleverd kan worden. We hebben dus asfaltering van het kruispunt gedaan. We hebben het portaal voor de verkeerslichtinstallatie geplaatst. We hebben de Slangenhoofdstraat al voorzien van de eerste asfaltlaag. Dus de grootste en belangrijkste werkzaamheden die zijn afgerond. Wat wij nog doen zijn dus de afrondende werkzaamheden, zoals het afronden van de bestrating van de bermen. Wij doen nog de verkeersborden en beleiding deze week. En dan zijn we in principe zover om het gedeelte dat te maken heeft met de Beekhuizenbrug helemaal af te ronden. De werkzaamheden zijn in de afrondende fase. Vrede geeft aan wat er tot heden gedaan is en wat er nog aan werkzaamheden uitgevoerd moet worden in verband met de spoedige openstelling van de Beekhuizenbrug. We zijn ruim een maand geleden gestart. Wij hebben de riolering voor een
gedeelte hebben wij dus vervangen. De oude riolering voldeed niet meer aan de oostelijke berm. We hebben een derde rijstrook aangebracht, zodat het verkeer die richting de nieuwe Beekhuizenbrug op moet, linksaf makkelijker kan op de Slangenhoutstraat in kan komen. We hebben het kruispunt voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Zoals u weet waren er enkele verzakkingen en gaten op het kruispunt. We hebben een verkeerslichtinstallatie geplaatst, omdat in de nieuwe situatie wij een gewijzigde verkeersstroom verwachten. Wij verwachten dus meer verkeer die richting de brug op gaat en afkomt. En dat moet allemaal gereguleerd worden. Dus al dat soort werkzaamheden die zijn uitgevoerd in de afgelopen maand. Wij ronden nu de werkzaamheden af. En op heel kort termijn zal het ministerie dan de openstelling van de brug en het kruispunt doen. Met de komst van deze brug dat je een gewijzigde verkeersstroom kreeg. En wij kennen allemaal de lange files die op de Van Hooghuisstraat zijn. Het is niet te verwachten dat er geen files zullen zijn. Maar wat wij wel willen doen is het verkeer reguleren. Zodat het af- en afkomen van de brug naar de brug, dat het vlotter verloopt. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft onlangs een meeting gehad met de politie en alle andere actoren die betrokken zijn bij dit project. Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van OWTNC, maakte middels een PowerPoint-presentatie het volgende kenbaar en er is van gedachten gewisseld. Op dit kruispunt krijgen we in feite een fase B. En de fase, in de huidige situatie is het zo dat Beekhuizen een bestemmingsgebied is. De mensen gaan via de Slangenhoutstraat erin en komen via de Slangenhoutstraat weer eruit of via de Industrieweg Noord. In de nieuwe situatie wordt het een doorgaande route, omdat men dan via de brug richting de Churchillweg kan gaan. Vandaar dat er een fase B komt. Het lastige van deze fase is dat het verkeer dan weer op de Van Hooghuisstraat terechtkomt. Dit is de inrichting. Er is een extra linksaf sorteervak bijgekomen voor het verkeer dat linksaf gaat. Maar later in de presentatie zal ik dat ook verder uitleggen. En hier is een eilandje geprojecteerd om te voorkomen dat dit verkeer dat hier staat gesorteerd rechtdoor gaat rijden. Om die belemmering weg te nemen. Belangrijk is dat we met de verkeersregelinstallatie proberen om zo effectief mogelijk die regeling te organiseren. Alleen zoals je aangaf, 50.000 voertuigeenheden is boven de capaciteit van een verkeersregelinstallatie. Maar de bedoeling is om de regeling op het kruispunt effectief te laten lopen. Hier ziet u het portaal. Het komt in de oostwestelijke richting van de Slangenhoutstraat. Hij heeft een lengte van ongeveer 40 meter, als ik het goed heb. En aan het portaal hebben we dan uitkragingen. Eén hier en aan deze kant. En hier komen lichtbakken voor het verkeer aan deze kant. En hier, aan deze kant komen er lichtbakken voor het verkeer aan deze kant. De bromfietsers die rijden dan via de bromfiets oversteekplaatsen. Zij die dan moeten oversteken en zij die rechtdoor gaan, die rijden dan volgens de bestaande route. Jordan Vrede doet een beroep op alle weggebruikers nog wat geduld te betrachten daar er nog werkzaamheden uitgevoerd worden. Dit alles zal zorgen voor een vlot verloop van het verkeer. Wel, wat ik de weggebruikers wil vragen is dat wij gaan een gewijzigde situatie tegemoet. Ik vraag dat de mensen heel goed opletten, de aanwijzingen volgen. Er komt een verkeerslichtinstallatie, we zijn al zover. En die gaat dus het verkeer reguleren. Ik verwacht ook dat de mensen wat geduld betrachten. Omdat deze werkzaamheden in het kader zijn van opening van de brug die op zeer kort termijn door het ministerie zal geschieden. De districtscommissarissen hebben de districtsplannen voor 2020 overhandigd aan minister R.K. Dikan van regionale ontwikkeling. De DC's, die ambtshalve voorzitters zijn van de districtsraden,
hebben de plannen op vrijdag 29 maart 2019 ingediend. Op de eerste plaats is het een wettelijke verplichting conform de wet regionale organen. Ik denk artikel 52 of 54. En dat houdt in dat het werk dat gedaan is vanaf de hoorzittingen, dat die vervat zijn in resortplannen. En die resortplannen weer zijn vervat in districtsplannen. Dus geef aan dat wat de burger ze hebben aangedragen tijdens de verschillende hoorzittingen, dat dat werkelijk is meegenomen en vervat in een officieel document. Het krijgt de status dus, de stem van het volk krijgt dus hiermee de status van een officieel document. Een districtsplan bevat projecten en andere zaken die de lokale bevolking graag aangepakt of verbeterd zien. De prioriteiten variëren van ontwikkeling van de agrarische sector, toerisme tot verbetering van de gezondheidszorg, infrastructuur en toegang tot veilig drinkwater en elektriciteit. Voor ons is het dus van cruciaal belang dat onze programma's, onze beleidsintentie, de vertaling daarvan in beleidsprogramma's en projecten, dat die op toch wel een meer efficiëntere en effectieve manier niet alleen ontwikkeld worden en uitgevoerd, maar ook gemonitord en geëvalueerd. Want als je niet evalueert, kan je niet verbeteren. Want dan ga je de minpunten zien en dan ga je verbetering aanbrengen. Dus voor ons is het heel belangrijk en onder aanvoering van het planbureau zijn we dus bezig. Het is een unit waarbij de instroom aan heel hoge eisen moet men voldoen. Alleen academici vanaf bachelor hebben zitting. En wat betreft de leiding, alleen mensen met een master, doctoraal dus, mogen leiding geven aan zo'n plan unit. Dus we verwachten heel veel wat betreft het niveau van de projecten ontwikkelen, uitvoering en de monitoring en evaluatie daarvan. We zijn al heel ver met onze plan unit hier op het ministerie. De mensen zijn nog laatst getraind weer. En wij zijn heel ver met de implementatie daarvan. We hopen wat betreft de plannen die vandaag zijn ingediend, dus die behelzen het jaar 2020, dat we wel in staat zullen zijn, dat we zover zullen zijn om die evaluatie te kunnen plegen. De planunits worden betrokken in het ontwikkelen van projecten bij de uitvoering en bij de evaluatie en monitoring. De overheid geeft hiermee verdere invulling aan het proces van decentralisatie en burgerparticipatie. Laat me zeggen, ik wil een oproep doen aan de bevolking om meer gebruik te maken ook van hun RR en DR-leden om via hun ook hun stem te laten horen. Wat er gebeurt is dat de RR nu en de DR deze twee maanden, dus tot eind april, nog een maand bezig gaan zijn om de zaak uit te werken, de begrotingen te financieren. Op te maken, dus een bedrag koppelen aan het plan. En dat zal in eind mei ook aan ondergetekende worden ingediend. Dus dat is het traject. De plannen worden verder gedistribueerd, ook naar de verschillende ministeries, zodat ze weten wat de wensen en grieven van de mensen in de verschillende resorten zijn. En het wordt ook opgevraagd of het zijn studenten of andere organisaties die laat maar zeggen, inzage willen hebben. Het zijn geen geheime documenten en iedereen kan er gebruik van maken als het via de normale wegen wordt opgevraagd. De districtsplannen worden op een ander tijdstip aan de minister van Financiën overhandigd. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft in samenwerking met de Kustwacht Suriname een driedaagse training Visserijinspectie op Zee verzorgd. Aan deze training hebben leden van de Kustwacht, de marine en de maritieme politie meegedaan. De training is gehouden in het kader van het FAO-GEF-project Sustainable Management of Bycatch in Latin America and Trawl Fisheries. Middels dit project wordt gestreefd naar reductie van bijvangsten tijdens het vissen op zee. Wij hebben in samenwerking met de Kustwacht, het ministerie van LVV en de Kustwacht, een training verzorgd, visserijinspectie op zee, waarbij wij de nodige tools hebben aangereikt aan de mensen van de Kustwacht, een paar mensen van de marine en van de maritieme politie, zodat als zij dus op controle gaan op zee, precies weten waarop ze moeten letten,
als het visserij betreft. De training heeft volgens kolonel Jerry Sleengaard, directeur van de kustwacht, al bewezen een eye-opener te zijn voor degenen die inspecties uitvoeren op zee. Tijdens deze driedaagse training heb ik geleerd van waarbij je gaat moeten opletten wanneer je vissersvaartuigen zou boorden. Je gaat moeten letten van vergunning, als ze voldoen aan de eisen en welke vissoorten ze eigenlijk te vangen zouden mogen hebben op hun schip. Ik zou mijn werk naar behoren kunnen doen. Het is altijd nodig dat je bepaalde informatie dat je nog niet wist ook bijleert en daarmee zou moeten delen. Er moet gewerkt worden aan verruiming van de communicatiemogelijkheden, zodat LVV, de Kustwacht Suriname, de marine en de maritieme politie het werk beter kunnen doen en goede resultaten kunnen boeken. Ik zie meer dat wanneer we bijvoorbeeld enkele zaken aankaarten, dat ze dan ook met onze informatie werken. Zodat er dan eigenlijk een betere samenwerking komt tussen alle instanties, bijvoorbeeld de maritieme politie, de kustwacht, de militaire de politie op zee. Dus, dat zei ik al, dus marinepolitie, de militairen en de kustwacht zelf, dat we niet langs elkaar werken, maar dus dat we met elkaar werken en dat we dan tot een beter product, nationaal eigenlijk, dat een beter tot uiting komt. Want het nationaal gevoel moet eigenlijk tot uiting komen, dat doen we het voor het land. Een nauwe samenwerking tussen het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van LVV, de kustwacht, de marine en de maritieme politie gaat zorgen voor effectief en efficiënte visserijinspecties. De training is afgesloten met een certificaatuitreiking.